Een koekje bij de koffie moet natuurlijk kunnen, maar ga je voor die lange vinger? Of ga je voor de eierkoek? Een koekje bij de koffie is echt zo'n typisch Nederlandse gewoonte. Tenminste, ik merk dat heel vaak bij klanten. En dan is het toch echt wel het idee van ja, nou dat koekje bij de koffie, ja, dat vind ik toch wel echt heel erg belangrijk. Dat wil ik toch niet helemaal laten. Die intentie, die hoor ik gewoon heel vaak terug. En ik zeg ook altijd, weet je, een koekje bij de koffie moet gewoon kunnen. Ik ga je niet vertellen dat je het niet mag eten. Wat ik wel ga doen in deze video, is je laten zien van oké, wat heeft dat koekje nou voor impact? Zodat je op basis daarvan veel beter je beslissingen kan maken. En ik geef je een aantal tips mee om die beslissing voor jezelf makkelijker te maken. Laten we eerst even kijken naar de impact van zo'n koekje. Want wat doet een koekje en doet het ook wat voor indruk dat je erbij hebt? Want ik heb ze een beetje gegroepeerd op basis van waarvan vaak gedacht wordt: oké, onschuldige koekjes en niet zo onschuldige koekjes. Alleen is dat daadwerkelijk zo of denk je dat dat zo is? Want als ik dus bijvoorbeeld de digestive koekjes pak, vroeger waren dat volgens mij Maria koekjes, tenminste bij ons thuis waren dat vroeger Maria koekjes. Dan zitten die op 72 kilocalorieën per stuk en wegen ze 15 gram. En die eierkoek, die zit op, even draaien met de verpakking, 94 kilocalorieën per stuk, maar je hebt wel 30 gram. Dus je hebt twee keer zoveel koek voor je geld, of voor je calorie. Anyway, dus 94 calorieën, onthouden we even. Ik pak de chocolate chip koekjes, de meest schuldige variant van allemaal, tenminste dat zou je denken. En dan zien we dat die 95 kilocalorieën bevat. Voor 19 gram koekje. Dus bijna net zoveel koekje. Misschien wel veel lekkerder als die eierkoek. En net zoveel calorieën. Terwijl je hiervan denkt, die is niet best. En hiervan zegt Sonja Bakker, onze madame Sonja Bakker, ja, dit moet je wel pakken, want dat is goed voor je. Dus het verschil is heel erg minimaal. Of eigenlijk is het er bijna niet in kilocalorieën. Terwijl, ja, goed, wat vind je lekkerder? Heb je liever die chocolate chip of heb je liever die eierkoek? Nou, als we dan kijken naar het typische Nederlandse speculaasje, dan zit hij op 66 kilocalorieën voor 13 gram. Als ik hem dan vergelijk met het digestive koekje, dan is het koekje bijna net zo zwaar. Alleen zit hij hier dus minder kilocalorieën in dan daar. Heel apart dit. De lange vingers, dat is mijn nostalgie van vroeger. Tenminste, toen ik kind was, was lange vingers was wel het ding, zeg maar, als koekje zijnde. Die zit op 24 calorieën per koekje, maar ja. Eén koekje is 6 gram. Dus je kan er twee koekjes van eten. En dan heb je eigenlijk hetzelfde als je digestive koekje. Zit je nog lager in calorieën ook. En ja, je hebt wel de lange vingers. Dus wat de boodschap hierachter is, is vooral dat misschien waar je denkt van oké, dat zijn de betere koekjes om te kiezen. Kan het soms het verschil eigenlijk helemaal niet zo groot zijn. Dus je denkt hier een onschuldige keuze te maken. Terwijl je daar misschien zelfs wel minder calorieën eet voor hetzelfde koekje. Wat je misschien ook nog eens een keer lekkerder vindt. Nou, dan komen we gelijk bij de eerste tip. Is het je gewoonte om een koekje bij de koffie te eten of vind je het echt lekker om te doen? Dat is wel een heel groot verschil. Kijk, op het moment dat het je gewoonte is om elke keer als je een kopje koffie pakt, associeer dat met, hey, ik moet ook een koekje erbij, want koffie. Dan is het een gewoonte. Dus doe je het dan omdat je het echt lekker vindt? Waarschijnlijk niet. Terwijl als je het doet omdat je het echt lekker vindt, dan geniet je echt van dat koekje en dan is dat koekje ook een toegevoegde waarde. Dus die overweging zou ik wel even maken. Als jij een koekje wil bij de koffie gewoon doen, maar maak even de overweging of het je gewoonte is. Dat je denkt van nou, ik pak dat altijd. Of dat je echt op dat moment denkt, hey, dat koekje is voor mij de moeite waard op dit moment. Tweede tip is dan gelijk, moeite waard. Dat is altijd de vraag. Want ik denk zelf altijd, en ik geef ook zelf heel vaak de tip naar mensen toe. Als je een koekje pakt, maak het dan een 10 uit 10. Dus maak het dan ook echt een lekker koekje. Ga niet een koekje pakken omdat je denkt, nou, het is een koekje. Dus als je een koekje voorgeschoteld krijgt, als je bij je buurman bent op bezoek, of bij je buurvrouw, of bij je collega, hè, lekker op bezoek, koekje bij de koffie, dat is dan de standaard. Ga dan even na, wat heeft diegene voor koekje? En vind ik dat koekje echt een 8 of 9 op 10, of misschien wel een 10 uit 10? Of is het een magere 1 uit 10 dat je denkt, ja, hè, ik heb het koekje wel gehad, maar echt lekker vind ik het niet. Want dan is het jammer. Weet je, dan denk je van, oh, ik eet even die rol digestive koekjes hier leeg. Ja, dat telt toch behoorlijk aan bij je caloriebudget. En als jouw doelstelling bijvoorbeeld is om af te vallen, ja goed, dan wil je je caloriebudget wel een beetje in de gaten houden. Dus vul dat budget dan met dingen die je de moeite waard vindt. En dat is ook de onderliggende boodschap hier. Een koekje kan altijd,
Maar het hoeft niet altijd. Dus je kan zelf mooi die overweging maken van, goh, vind ik dit echt lekker? Is het me de moeite waard? En welk koekje kies ik dan? En ga niet voor het digestive koekje, omdat je denkt, ja, hè, onschuldig. Terwijl je eigenlijk een chocolate chip koekje wil. Ga dan gewoon voor die, want zo onschuldig is het niet. Dat is de boodschap achter deze video. Maak zelf je keuzes op basis van wat jij de moeite waard vindt. Heb je vragen over je voedingspatroon? Drop ze in een comment onder de video. Helpen we je graag op weg.